Doet hij het? Ja, hè? Ik ben hoorbaar. We wilden graag beginnen. Twee dingen spreken komen naar voren als het gaat over sessie 2. Namelijk governance 2.0 en catering. Ik ben expert governance 2.0. Daar staat expert catering. Dus zo hebben we het ongeveer verdeeld. En we gaan er een samenspel van maken. Maar we beginnen eerst even kort met wat slides over wat is nu governance 2.0? Waar hebben we het dan over? En in principe, governance 2.0 gaat over... We hebben in transitiestudies hebben we altijd natuurlijk prachtige historische overzichten gedaan. Analyses over hoe transities uit het verleden nu hebben plaatsgevonden. Zeker de transities waar een doel aan vast zat. Vaak zijn transities weinig doelgericht. Of althans, de sturing die erachter zit is niet zichtbaar of nauwelijks zichtbaar. Maar tegenwoordig zien we in toenemende mate transities die gaan naar een bepaald waardedoel. Waar we met elkaar, of deels in ieder geval met elkaar, naartoe willen. En als je daarnaar kijkt, dan zien we een aantal kenmerken die dit soort processen met elkaar gemeen hebben. We noemen dat dus ook wel governance 2.0. De aansturing van de grotere systeemtransformatieprocessen. En als eerste, en dat is ook niet voor niks waarom we daar elke keer over hebben, dat samen, het is een multi-actor benadering. Het is cruciaal dat je het met elkaar doet, netwerken bouwen. Dat is dus in eerste instantie ook veel praten. Daar moet het uiteraard niet bij blijven, maar het is wel een goed uitgangspunt. En als je dan zegt van ja, maar wie moeten er dan aan tafel zitten, dan hebben we het vaak over de quintuple helix. De quadruple helix zijn de actoren vanuit de civil society, burgers, aan burgers gelieerde organisaties, industrie, overheid en academie, wetenschap, onderzoek. En die zitten natuurlijk in de omgeving. En de omgeving bepaalt ook, ze zitten op verschillende plekken. Dus die quadruple helix moet je eigenlijk terug zien komen op al die verschillende plekken. Als je denkt aan de productie, maak je een andere quadruple helix als dat je denkt aan de consumptiekant bijvoorbeeld. Een tweede belangrijk element van governance 2.0 is de systeemanalyse. En niet zomaar het in kaart brengen van, oh, hier zitten wat actoren, instituties en die zijn met elkaar verbonden. Dat is meer een stakeholder-analyse. Nee, echt een systeemanalyse. En dan hebben we het, dan gaan we kijken naar van, hey, hoe zit dat huidige systeem nu eigenlijk precies in elkaar? Wat zijn de praktijken, routines en hoe worden die in stand gehouden? Dus wat voor structuren en wat voor manieren van denken, cultuur, zit erachter dat dat systeem op zijn plek gehouden wordt? Dus dat in kaart brengen. Gewoon goed kijken wat de krachten in zo'n systeem zijn. Maar ook welke invloeden er zijn vanuit het landschap. Dat zijn de bredere trends. Dat kunnen veranderingen zijn in denk bijvoorbeeld aan emancipatie, maar ook op zich klimaatverandering. Die aan zich een druk geeft op dat regime om dingen anders te gaan doen. Maar het kunnen ook plotselinge factoren zijn, zoals bijvoorbeeld een oorlog in Oekraïne. Die daar een rol in kan spelen. Dan hebben we de niches. En dat zijn al die leuke interventies, interessante ontwikkelingen die er plaatsvinden om te proberen dat systeem te veranderen. Dus dat is een ander soort systeemanalyse dan dat velen gewend zijn. Visieontwikkeling is cruciaal. En om het ook met elkaar te doen. Want waar wil je nou eigenlijk naartoe? Niet wat vage idee, ja, het moet duurzamer. Maar wat is dat dan? En maar ook vooral, hoe ziet het er dan uit? Hoe gaat het systeem er dan uitzien? Wat voor praktijken hebben we dan? En wat voor bijbehorende manieren van denken? En wat voor structuren hebben we daarbij? Dat in kaart brengen en nadenken over de diversiteit aan waarden die daar dan aan de grondslag gaat liggen. En dat, wat ik al zei, ook weer met elkaar doen. Het volgende is heel belangrijk, is om die barrières in kaart te brengen. Want transities zijn hartstikke moeilijk. Mark had het er al over. Er zijn heel veel knelpunten, er zijn lastigheden op de weg. Het gaat niet zomaar van een startfase, gaan we naar take-off, acceleration en dan een nieuwe stabilisatie. Nee, er zullen allerlei momenten op het pad zijn. Overal zijn weer barstigheden en die de transities belemmeren. Sommige heel doelbewust, andere vrij onbewust.
allemaal belangrijk om in kaart te brengen. Daar hebben we bijvoorbeeld ook onderzoek en innovatie voor nodig. En die barrières zijn overal. En denken in barrières is ook belangrijk om te denken in synergieën. En trade-offs en dergelijke. Nou, als we dan zeggen van, nou ja, dat systeem. We hadden het net natuurlijk over die gelaagdheid van die niches, die regimes en dat landschap. Maar dit is, zoals we vaak andere maps zien, dat zijn echt van die kaarten tussen die actoren en instituties. Maar we moeten ons realiseren dat in dat systeem dus overal van die barrières en kansen liggen. En het is ook belangrijk om die... Eén silver bullet gaat niet werken, dat weten we eigenlijk wel. Daarvoor is zo'n systeem veel te complex. Dus als je alleen maar hier gaat draaien in dat systeem, nou, dan gebeurt er echt niet zoveel hoor. Dus je moet eigenlijk op heel veel verschillende plekken met eenzelfde blik, eenzelfde richting uit naar een portfolio toe werken. Dat is dus heel belangrijk. Dat noemen we ook het systeemdenken. Niet in kleine stukjes opknippen, maar juist het totaalplaatje blijven bezien. En dan gaan we natuurlijk op zoek naar die leverage points. Wat zijn nou die hefbomen? Waar kunnen we dingen? Waar zijn nou die knooppunten waar we dingen samen kunnen brengen? Om op verschillende plekken in dat systeem verandering te realiseren. Agenda voor onderzoek, experimenteren en leren zijn de andere twee cruciale aspecten. Dus niet bij praten en analyseren laten. Als we dat blijven doen, komen we niet verder. Het moet echt omgezet worden in actie. En daarbij is het ook belangrijk, die bewijslast, om daar die bewijslast bij te krijgen. Het beste kun je dat doen via experimenteren en leren. Bijvoorbeeld in Living Labs, maar er zijn natuurlijk ook andere settings waarin je dat kunt doen. Maar Living Labs is dat tegenwoordig vaak een manier. En dat dan vervolgens koppelen aan beleid om te gaan verankeren. Nou, dat is een beetje governance 2.0. Maar had ik net, aan het eind liet ik even dit plaatje zien. Dat zit dus ook heel erg in FoodClick. Dat is de voedselbeleidsnetwerken, die Living Labs, die mappingstudies, interventies, et cetera. En die voedselomgevingen. Nou, waar we het nu over gaan hebben is één van die voedselomgevingen, de institutionele omgeving. En die wordt enorm vaak genoemd als een leverage point. Want dat zou zo mooi zijn, want dan creëer je een markt voor die duurzame, gezonde voedselproducten. En dan gaat het vanzelf? Zeker. Nou, volgens mij is het weer de realiteit weerbarstiger. En jij gaat ons meer thuisbrengen in die realiteit. Ik ga mijn best doen. Guido, jij bent introduceer jezelf even. Ja, ik ben Guido Meijer. Ik ben projectmanager eten en drinken voor Facility Service van UvA en HVA. Beide instituten samen zijn ongeveer 100.000 mensen. Dus een goede regionale stad in Nederland die wij proberen te bedienen. Met allerlei vormen van dienstverlening, veelal op de achtergrond. Maar in eten en drinken leren we inmiddels dat we niet meer alleen op de achtergrond kunnen blijven. En toch vooral ook wel in beweging moeten komen. Dat vind ik nou ook weer niet leuk. Daar heb je niks meer achter je staan. Kunnen we nog gewoon de beginslide hebben? Zo. Guido, duurzaamheid is iets wat langzamerhand steeds vaker richting de catering gedaan wordt. Regelmatig komen er allerlei groepen die zeggen, jullie zijn die leverage point, dus jullie moeten die duurzaamheid vorm gaan geven. Ja. Daar heb je ervaring mee. Wat hebben jullie de afgelopen jaren gedaan? Ja, dat klopt. Als we even terugkijken naar de start van het eten en drinken concept wat we op dit moment voeren op de universiteit en hogeschool. Dan ging daar een paar jaar onderzoek aan vooraf. Vooral om de behoefte op te halen bij beide organisaties en al onze consumenten, met andere woorden studenten en medewerkers. Daar is in 2015, 2016 heel veel aandacht aan besteed. We deden toen zelfs tours met touringcars naar allerlei concepten in Nederland met studenten en medewerkers. En we eindigden dan in de foodhal in Amsterdam-West. En stevast was het antwoord van, hey, dit is wat we willen. Als je daar nou een strik om doet en je neemt dat mee naar de campus. Al die leuke, kleine, lokale concepten met veel passie. Dat is eigenlijk wat we zoeken. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in een aanbesteding. Waarin we eigenlijk niet meer werken met een cateraar, maar met een hoofdaannemer. En we geven de hoofdaannemer de regie om op basis van de behoeften die we ophalen op de campussen daar invulling aan te geven.
Zo'n hoofdaannemer. Zijn er andere organisaties die in Nederland die dat doen via een hoofdaannemer? Want volgens mij waren jullie een van de eerste, hè? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we zeker niet achteraan in de rij liepen daarmee. En best een grote stap hebben gemaakt in het zoeken naar een andere invulling. Het is zeker niet zo dat Uvanavia de enige partij is. Op de Erasmus zie je een food court met kleine lokale ondernemers. En dat zie je op de Hogeschool Utrecht. Dus die invullingen zijn er zeker. Ja. En hebben jullie ook specifieke duurzaamheidsdoelen gesteld? Ja, je ziet dat vanuit de beleidsplannen van beide instituten daar natuurlijk het nodige over te doen is. En dat ook is vastgelegd. We hebben dat binnen Facility Service vertaald naar een duurzaamheidsprogramma voor eten en drinken. Met specifieke doelstellingen. En die zitten logischerwijs op de grote maatschappelijke duurzaamheidsthema's. Denk aan voedselzekerheid, et cetera. En we lopen daarin gelijk op met de duur van de instellingsplannen. Die is 5 jaar. Dus die plannen die lopen nu tot 2026. En er wordt voor die periode wordt aanbesteed, zeg maar, dan meestal? Nee, het contract wat we hebben gesloten is een contract van 5+5 jaar in concessievorm. Wel belangrijk om dat te benoemen, want dat houdt ook in dat ondernemers in een concessie staan voor eigen rekening en risico. En dat betekent dus ook dat we als Facility Services in het midden van het krachtenveld zitten. Van wat willen onze consumenten, wat vragen onze organisaties en wat is het belang van de ondernemers waar we ook gewoon voor moeten zorgen. En in die zin zijn we denk ik niet heel veel anders dan wat je in de maatschappij ziet. En hebben jullie dan ook doelen bijvoorbeeld van zoveel procent vegetarisch of zoveel procent lokaal? Is het zo specifiek? Ik zie dat die dingen ook schuiven. Wat denk ik ook wel logisch is als je kijkt naar de ontwikkeling die we natuurlijk om ons heen zien. En ook in duurzaamheid. Ook de vragen die we vanuit de organisatie op allerlei niveaus krijgen. Je moet een stukje opschrijven. Dat zie ik maar. die doelstellingen zijn er. Eigenlijk op al die gebieden wel. Maar we zien ook dat daar steeds weer aanvullingen op komen en veranderende inzichten. En de manier waarop we daaraan werken, en daar zijn we eigenlijk ook al in 2017 bij de start van dit contract veel intensiever mee gestart. Dat is het rechtstreeks in contact treden met onze doelgroepen, de studenten en medewerkers. En dat proberen we te doen door heel veel opdrachten onder te brengen in het onderwijs en bij lectoraten. En daarin dus heel veel studentenopdrachten komen daaruit voort. En dat helpt ons om continu in contact te zijn met onze doelgroep. Want uiteindelijk het ophalen van de behoeften wordt daardoor een stukje makkelijker. En aan de andere kant brengt ons dat ook de kennis die we nodig hebben om te kijken hoe we die veranderingen door moeten voeren. Voor een deel zijn jullie tevreden, maar jullie komen ook ongetwijfeld uitdagingen tegen. Heel veel, dus, ja. Juist, dus waar lopen jullie tegenaan? Wat zijn die barrières in dat systeem waar jullie... Ja, wat je ziet, als ik ook daar weer even terugkijk van wat is er eigenlijk onze eigen reis daarin, dan zie je dat je begint met doelstellingen op bijvoorbeeld eiwittransitie, een doelstelling op voedselverspilling, een doelstelling op duurzame logistiek. En daar zijn we opdrachten op gaan uitzetten bij opleidingen die daarin gespecialiseerd zijn. Maar gedurende de afgelopen jaren komen we erachter dat het is wel leuk om aan eiwittransitie te werken. Maar wat betekent dat dan eigenlijk voor gezondheid? Je ziet in de toenemende systeemgastronomie dat er in plaats van een shift naar veel meer onbewerkt voedsel, er eigenlijk een shift lijkt te zijn naar nog meer ultra-processed voedsel. En dan werk je wel aan die eiwittransitie, dan wordt het wel meer vegetarisch of veganistisch. Maar niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen gezonder. En weten we dat eigenlijk wel goed? Ja. Dus dan ga je eigenlijk zie je dat er aan de ene kant misschien wel synergieën mogelijk zijn die je niet benut. Aan de andere kant zie je trade-offs. Ja. Waar je eigenlijk dan niet zo goed weet hoe je daarin moet opereren. Nee, dat klopt. Ja. En die komen we eigenlijk op alle niveaus tegen. En waar we zeker mee te maken hebben, en na COVID is dat beslist niet minder geworden, is waarde van voedsel, noem ik het maar, bewust niet prijs. Maar we worden heel erg geconfronteerd dat al ons eten veel te duur is. We hebben zelfs bij de UvA een anti-kantinebeweging, waarbij het gaat over duurzaamheidsonderwerpen, maar
nou, misschien moet ik niet zeggen vooral, maar zeker ook gaat over de prijs in onze restaurants en espresso bars en dergelijke. En dat maakt het wel heel ingewikkeld, moet ik zeggen. Dus daar gaat je leverage point. Ja. Ja, die loopt dan leeg. Trouwens, dat brengt me bij die consument. Want hoe gaan jullie daarmee om? Want we denken allemaal zo mooi van, oké, duurzaam, gezond en die mensen komen daar wel, dus die gaan wel mee. Dan hebben we een soort nudging. Maar wat zien jullie in de praktijk? Wat wij in de praktijk zien is toch eigenlijk wel een heel grillig gedrag als we kijken naar onze consumenten. Wat ik al aangaf, we laten vrij veel onderzoek doen, we doen heel veel projecten. Maar wat we vooral zien is dat het heel ingewikkeld is om grip te krijgen op ons consumentengedrag. We doen allerlei experimenten. Op dit moment bijvoorbeeld worden er zelfs maaltijden gesubsidieerd tijdelijk. Dat hebben we eerst bij de HVA gedaan op bijna alle locaties. Op dit moment gebeurt dat bij de UvA tot aan het zomerreces. En dan zie je op de ene locatie loopt dat redelijk goed. Zie je wel een shift optreden. Maar op heel veel locaties ook eigenlijk helemaal niet. Dus waar we heel erg die discussie hebben over prijs. Op het moment dat je acteert en je biedt dan een maaltijd echt flink gesubsidieerd aan. Hè, van 7,5 euro voor 3,5 euro. Dan zien we eigenlijk daar niet zo gek veel gebeuren. Daar laten we dan weer studenten op onderzoeken, uiteraard. En die komen dan eigenlijk ook terug van, ja, wij snappen dat eigenlijk ook niet. Want we vinden het als studenten vreselijk belangrijk. Maar wij zien ook dat je die shift dan toch heel moeilijk voor elkaar krijgt. Ja. Nou ja, en dat zijn dan de complexe dingen waar we mee te maken hebben, waar we proberen samen met onderwijs en onderzoek dan weer op verder te gaan om oplossingen te vinden. Nou, ik denk dat het nou een goed moment is om even naar de zaal te gaan. Vragen komen trouwens zo, maar we gaan nu even naar de Mentimeter. Dus even kijken of we dat geprojecteerd krijgen, zodat jullie nu gelegitimeerd je telefoon kunnen pakken. Volledig legitimeerd. Menti.com. Met een code. Ik zal hem ook gewoon even oplezen. Misschien is dat handig. 6456252-51. Ik herhaal. Code 6456252-51. Nog een keer herhalen? Ja, dan komt hij nog een keer hoor. 6456251. Er zijn nu al 21 mensen ingelogd. Dat gaat goed. Als ik nog een keer moet voorlezen, dan zeg het maar hoor. Nog één keer? Ja. 6456251. We waren namelijk heel nieuwsgierig wie er nou zou zitten. Ik kijk aan. Had jij dit verwacht? Maar goed. Ja, er is opvallend veel bedrijfsleven, moet ik zeggen. Ja, en gelukkig leuk. Zijn onze studenten er ook allemaal. Dat is ook goed om te zien. Maar, nou, het zit wel zo. Nou, we hebben grote diversiteit. Ja, dat is leuk. Dat gaan we geheim houden, want dat weten wij nu alleen. Meer melk drinken. Maar we gaan het zeggen. De burger en consument. Dus iemand die zich primair identificeert als hier is in zijn rol van burger-consument. 4. Student. 14. Beleidsmaker. 4. Onderzoeker. Dat zijn er 7. Beleidsmaker is 5. Iemand heeft zich toch geïdentificeerd. Bedrijfsleven. 16. Voedselproducent. 2. En cateraar. 2. Dat is een mooi palet, zou ik zeggen. Gaan we verder niet op in. Dat wilden we gewoon even weten. De volgende vraag. Ik eet. En dan gaat het erom. Vegetarisch. Veganistisch. Flexitarisch. Maximaal 4 dagen vlees per week. Dus 3 dagen zonder.
en gewoon regulier vlees eten. Meer dan 3 dagen per week. Het is niet zo dat de vleeseters steeds kleiner worden. Het is dat het in relatief gezien. Ja. Ja, dit is wel heel herkenbaar als je kijkt naar onze afzetpatroon. Dat vroeg ik me even af. Ja. Hoe, want jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Klopt dit met jullie afzetten? Ja, ik kan het natuurlijk niet precies op de cijfers afzetten. Nee. Maar we zien heel veel, wel een duidelijke shift naar minder vlees met name. De stap naar echt plantaardig is nog best heel ingewikkeld. Maar als ik kijk naar omzetverhoudingen, dan zitten we ongeveer op 50% van onze omzet. Als je naar de relevante producten kijkt, dan laten we even frisdranken en handfruit. Hoewel dat natuurlijk daar wel in toegevoegd zou kunnen worden. Maar als we kijken naar alle samengestelde producten, maaltijden, broodjes, al dat soort zaken. Dan zitten we op ongeveer 50% vleesloos. En de verdeling daarbinnen is dan ongeveer... in het totaal ongeveer 20% veganistisch en 50% vegetarisch. Ja. Ja, nou is natuurlijk een van de bewegingen, want dat kennen wij op de VU ook. We hebben voor een deel een activistische studentenpopulatie. Ja. Die met name ook inzet op een sterkere groei van het vegetarisch aanbod. Dus meer dan die 50% waar je het nu over hebt. Hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Want... dit is, aan de ene kant heb je dus de klant, aan de andere kant heb je een duidelijke push om eigenlijk deze kant op te bewegen. Ja, we willen heel graag versnellen daarin. We zien natuurlijk, en misschien moet ik daar ook even iets over zeggen. Toen wij een jaar of 6, 7 geleden bezig waren met een nieuwe aanbesteding. Als ik kijk waar we nu staan, dan is er één ding wat we heel duidelijk hebben geleerd. Wij kunnen het zeker niet alleen als facilitair bedrijf. Ja. En over het algemeen zijn we als facility services misschien niet zo heel erg van laten we nou eens naar buiten treden. Maar op dit soort onderwerpen moeten we wel. We zoeken inmiddels echt heel actief wel die externe netwerken op. Nemen deel ook in veel van die netwerken binnen de MRA. Maar bijvoorbeeld ook over regeneratieve landbouw en andere onderwerpen. Enerzijds om te leren, maar anderzijds ook om met andere partijen in Nederland ook de samenwerking te zoeken. Zoals we inmiddels ook vrij nadrukkelijk met de VU al doen. Om samen te leren, maar ook om te kijken waar je een grotere vuist kunt maken om verandering te brengen. En wat we voornamelijk leren is dat het heel erg systeemdiscussies zijn. Ja. Dus we krijgen allerlei vragen aan de voorkant. Maar de oplossingen zijn zo complex. Je gaf het net al in dat hele ingewikkelde plaatje ergens aan. En daar lopen we ook eigenlijk wel snoeihard tegen aan. Het is gewoon niet makkelijk om verandering aan te brengen. Want wat ook wel vaak zeggen we over de consument. Van ja, als we meer naar deze kant opschuiven. Het veganistisch, vegetarisch aanbod groter maken. Dan lopen deze mogelijk weg. Is dat zo? Deels. Wat we zien is dat er nog grenzen zijn op dit moment. Als wij pilots doen waarbij we het aandeel vegetarisch en veganistisch enorm verhogen. Dat doen dan de ondernemers en de cateraars op de locaties. Dan zien we wel in de metingen dat daar grenzen aan zijn. Op dit moment lijkt het nog zo te zijn als we het aandeel vegetarisch en veganistisch in het aanbod verhogen tot boven de 65-70%. Dan gaat het pijn doen op omzet, dan gaat het pijn doen op transacties en dan worden processen inefficiënter. Met andere woorden, dan staan de medewerkers op de vloer, staan eigenlijk de hele dag die producten bij te produceren die je minder graag verkoopt. En je ziet ook meer consumenten afhaken en de klachten nemen toe. Dus hoewel het is geen exacte wetenschap, roep ik er meteen bij, maar je merkt wel dat er nog ergens omslagpunten zijn. Ja. Dus dat is in het brede denken. Ik zie er een vraag uit de zaal. Oh, dan moet de vraag even herhaald worden. Want ja, dan moet iemand anders rondlopen met de microfoon. Ik weet niet of dat iemand dat kan doen. Maar
wacht eventjes. Nee, dat kan helemaal niet, want dan nemen ze het niet op. Het gaat erom dat het naar het systeem gaat. Ik ga gewoon zelf even lopen. Dankjewel. Ik was benieuwd of jullie ook al aan het experimenteren zijn met prijzen. Je hoort vaak in de discussie rondom duurzaamheid, kunnen we niet vlees of ongezonde producten in het algemeen meer gaan belasten en gezonde producten minder. Is dat iets wat op dit moment ook speelt in jullie soort van experimentele ruimte? Ja, we hebben daar nog niet heel veel mee gedaan de afgelopen jaren. Er zijn wel een paar afstudeeronderzoeken geweest waar ook wel wat bescheiden pilots zijn gedaan, maar dan echt nog op de manier dat we de consument de keus geven. Dus je biedt voor hetzelfde product twee prijsniveaus aan. Probeert daarbij goed te communiceren waarom de prijs dan eigenlijk hoger zou moeten zijn. En dan zie je dat werkt dus echt niet. Nee. Dus dan is echt minder dan 2% wat bereid is om die stap te nemen, zeg maar. Waar we nu mee gaan starten met Center for Market Insight. Volgens mij gaan we de toekomst nog niet doen. Oké. Dat gaan we nog niet doen. Okay. Ja, nee, de toekomst komt straks pas. Mag ik nog een nieuwe vraag voor de zaal? Hoe doen jullie het zelf eigenlijk? Let je zelf op gezondheid als je buitenshuis? Regelmatig. En pas op, niet sociaal wenselijk, hè? Gewoon echt. Sorry? Gezondheid, nou ja. Ik denk dat het even gaat over menselijke gezondheid. Die van jezelf, niet de planetaire gezondheid. Not planetary. Ja. Kijk, onze groep is hier toch wel behoorlijk gezondheid. Komt dat een beetje overeen met wat jullie... Nou, ik denk dat het op de campus wat minder is. En daar is ook wel een aanwijzbare reden voor. Als je kijkt naar de onderzoeken van het Food Service Instituut, die juist de doelgroep 18-24 redelijk goed hebben onderzocht, dan zie je dat factoren als stress, als sociale momenten, zeker ook het functioneel buiten de deur eten van jongeren, allemaal momenten zijn waarbij je mag zondigen. En dat zien we heel veelvuldig op de campus gebeuren. Juist op de campus zijn het vaak de momenten dat de generatie 18-24 niet planmatig eet, maar zich heel erg laat beïnvloeden door andere dingen. En dat gaat vaak ten koste van een gezond eetpatroon. Wat je waarschijnlijk thuis bij heel veel van die jongeren anders ziet als het wat meer planmatig is. Ja, daarom is het ook zo belangrijk om dat buitenshuis hier, hè? Zullen we even een volgende doen nog? Ja. Toch even een vraag. Is een student in Amsterdam van 18-24 anders dan een student in Wageningen van 18-24? Want daar maken ze heel andere keuzes. Ja, goede vraag. Weten we dus niet, blijkbaar. Nee. 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 Ik ga weer even terug. Als je op de campus van Wageningen rondloopt, dan zie je dat de default vegetarisch is. Dus de standaard, van waar het vertrokken wordt, ook in het aanbod, is vegetarisch. En ben je eigenlijk een uitzondering als je op zoek gaat naar vlees. En dat beïnvloedt gewoon elke nieuwe student die elk jaar weer erbij komt. Want je wil voldoen aan het sociale gedrag. En je wil erbij horen. En je past je aan. En dat is natuurlijk waar het om gaat. En ik weet je ook het verhaal horen, jullie volgen de studenten. Ik denk dat Wageningen het omgedraaid heeft. Ze zeggen, we hebben eigen waarden en van daaruit gaan wij onze studenten meenemen in die nieuwe waarden. Dus misschien is dat iets om te onderzoeken. Ik denk dat het een heel goed iets is om te onderzoeken. Zeker, ja. Oh, dat zal het zijn. Dat zal het zijn, ja. Klopt wel zo'n beetje, denk ik. We hebben er nu 25 die het 26... Smaak. Nou, laten we die onder kwaliteit doen. Lekker. Ja, kwaliteit even bij lekker. Lekker. Dat je let of het fair trade is of iets dergelijks. Dus bijvoorbeeld dat boeren een eerlijke prijs krijgen.
Dat wordt vaak gezien, of werkomstandigheden. Geen uitbuiting. Nee, klopt. Dat wordt ook niet mee. Ja, het is wel een herkenbaar beeld, denk ik. Ik twijfel zelf nog een beetje over de verhouding prijs en kwaliteit, als ik heel eerlijk ben. Maar wellicht is dat ook wel, omdat we juist over prijs heel erg bevraagd worden. Dus dat is misschien wat biased. Maar dat duurzaamheid nadrukkelijk iets lager staat op de ladder dan gezondheid, is heel herkenbaar. Gezondheid heeft ook meer invloed op jezelf, dus die keuze is ook wat intrinsieker, denk ik. En prijs en kwaliteit. Ja, kwaliteit zie ik dan wel heel erg wel van hoe aantrekkelijk is een product. En uiteraard moet vervolgens smaak dat bevestigen, maar ook hoe ziet die omgeving eruit. Dus de hele beleving daaromheen speelt daar wel een hele grote rol in. En dan zien we op de 7 stadscampussen over het algemeen dat die hele omgeving natuurlijk ook daarop inspeelt. De concurrentie van alle horeca en alle foodformules rondom de campussen speelt daar natuurlijk ook een rol in. Heeft ook wel invloed op wat we op de campussen doen. Nog weer een vraag. Goedkoop. Ja, nu zijn de studenten. Nu zijn we aan de prijzen. Goedkoop, goed geprijsd, te duur, weet ik niet. Kan natuurlijk ook, hè? Dan is het weet ik niet. Misschien of het komt omdat je er niet eet, omdat je denkt, ik vind het te duur. Ja, dan kijk, ik neem mijn eigen boterhammetje mee, want dat is verreweg het goedkoopste van alles. En dan weet ik dat het gezond is of zo. Ja. Dit klopt volgens mij ook met wat je ziet. Ja, de gele balk moeten we dan even buiten beschouwing laten. Hè? Want dat zijn de mensen die niet op een campus eten. Maar het beeld dat over het algemeen het eten op de campus te duur gevonden wordt perceptie is inderdaad heel herkenbaar. En daar speelt op de een of andere manier nog wel een rol in dat het verwachtingspatroon is dat op campus je goedkoper eet dan in de wereld daaromheen. En dat wordt steeds ingewikkelder. Budgetten voor onderwijs staan behoorlijk onder druk. En het toebedelen van publiek geld aan eten en drinken is zeker niet vanzelfsprekend. Ja. Zullen we er nog eentje doen over prijs? Even kijken of we die hebben. Hoeveel? Per dag. Nou, dat kan. Een beetje een fancy latte macchiato of iets dergelijks. Kan al 4,5 euro zijn. Nou, het is niet herkenbaar. Ja, herkenbaar. Als je naar het gemiddelde uitgavenpatroon zit, dan zal dat inmiddels ergens rond de 3,5-4 euro zitten, vermoed ik. Maar daar zit ook heel veel koffie in. Dus als je echt naar lunches en maaltijden kijkt, ligt dat wat hoger. Dus dat is wel herkenbaar. Dus wat dat betreft wordt het leverage point natuurlijk weer iets minder groot. Hè? Wat we dan eerst in gedachten hadden, al die 100.000 man en zo, zie je toch ook wel dat het om een... Ook al gaat het nog steeds om grote aantallen. Als je het niet met elkaar samen doet, is één instelling valt eigenlijk toch wel mee wat er uiteindelijk centraal ingekocht wordt voor een populatie. Ja. En dat is natuurlijk ook weer zo. Dan over volume gesproken en efficiëntie. Maar goed, dat is voor straks. Hè? Nog eentje? Laatste. Waar of niet waar? Vegetarische kipfilet kost hetzelfde als biologische kip. Vegetarische kip kost hetzelfde als biologische kip. Is dat nou waar of niet waar? Verkoopprijs. Als je het koopt. Nee, niet de kostprijs. Vegetarische kipfilet kost hetzelfde als scharrelkip. Een scharrelkip is eigenlijk echt net iets minder dan een plofkip. Die plofkip hebben we niet meer.
Leon, wat was ook alweer het antwoord? Dus dat is goedkoper dan de biologische. Oké, dan zal ik het antwoord even herhalen in de microfoon. Vegetarische kipfilet, afhankelijk van welke leverancier je het betrekt, welke producent je het betrekt. In het geval van de gewone eigen merk supermarkt, zeg maar, is het de vegetarische kipfilet goedkoper dan de biologische en is die de prijs van de scharrelkip. Neem je de upper end van de vegetarische kipfilet, dan is het hetzelfde prijs als de biologische kip. Gewoon even een leuk weetje. We gaan door naar de toekomst. Laten we dat doen. Ja, want we zien al dat de leverage point ingewikkeld is. En jullie hebben allemaal uitdagingen waardoor het lastig wordt om te realiseren wat je zou willen vanuit de idealistische visie op duurzaamheid, gezondheid, et cetera. Ja. Dus kijken jullie er nu tegenaan? Want wat zijn jullie nu aan het doen in het Amsterdamse? Nou ja, wat we de afgelopen jaren leren, ik begon daar straks al even kort over, is dat we zien dat heel veel van die onderwerpen, die conflicteren soms zelfs met elkaar. Maar zijn op zijn minst erg complex. En zeker als je de keten ingaat. Ja. Want als je voedsel betaalbaar wil houden en je wil ook minder ultra-processed en je wil ook een shift naar meer lokaal, dan zie je de barrières in de keten zich opstapelen. En we nemen inmiddels deel aan een aantal grotere onderzoeken. Bijvoorbeeld een HVA-onderzoek naar korte ketens, wat een vierjarig programma is. Waar we in die onderzoeksfase zien dat al die barrières er ook daadwerkelijk zijn en ook door de ketenpartijen daadwerkelijk worden uitgesproken. En dan zien we het onbegrip aan de voorkant van de keten van ja, maar je moet dat toch gewoon kunnen veranderen. Ja. Maar de praktijk blijkt dan toch een stuk weer barstiger te zijn. Je hebt een consument die wil dat het goedkoper wordt. In een voedselsysteem wat na de Tweede Wereldoorlog zich heeft ontwikkeld, grootschalig, efficiënt en goedkoop. Heeft geleid tot een voedselsysteem wat niet gezond en niet duurzaam is. Ik chargeer, maar nee. In zijn algemeenheid durf ik hem wel aan. En dan is de weg terug is heel erg ingewikkeld, want we willen het wel. Ook als je naar de onderzoeken kijkt, de bereidheid bij de consument om daadwerkelijk te veranderen. Kun je er als een individu, hebben we leverage als individu? Al dat soort vragen is het antwoord toch vaak nee op. En dan zie je hoe complex het wordt om naar zo'n systeemverandering toe te gaan. En dat is de reden dat we inmiddels proberen de samenwerking te zoeken met verschillende lectoraten, met verschillende faculteiten, om veel meer vanuit een integrale blik naar die materie te kijken en op die manier projecten te gaan bouwen om te kijken hoe je die verandering wel tot stand kunt brengen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling. Want governance 2.0, toch? Ook food governance 2.0 noemen, inderdaad. Ja. Maar goed, dat meer integraler werken, belangrijk. Belangrijke voorwaarden, maar red je het daarmee? Waar we nu mee starten. We komen uit een periode waar we heel veel van die losse onderwerpen hebben onderzocht en pilots hebben gedaan. Waarbij je ook ziet dat het voor ondernemers best lastig is vaak om daarin mee te bewegen. Er is al heel snel angst voor het verlies van businessmodellen. Ook soms wel terecht, denk ik. De machtsverhoudingen en de verdienmodellen in de keten spelen een hele nadrukkelijke rol. Bijvoorbeeld toegang voor een product uit de korte keten tot de grote pakketgrossiers is vaak heel ingewikkeld. Want wij hebben ook die pakketgrossiers als inkopers zo opgevoed. Partijen aan heel veel eisen moeten doen om te zorgen dat ze altijd kunnen leveren, dat de kwaliteit altijd klopt, enzovoorts. Maar dat eisenpakket is dusdanig dat ook de grote pakketgrossiers zeggen van ja, maar die kleine partijen kunnen er helemaal niet aan voldoen. Dus die komen bij ons eigenlijk niet door de achterdeur heen. Dus je ziet dat er een heel scala aan zaken is die daar een rol in speelt. Wij denken inmiddels dat de oplossingen er alleen zijn als je integraal door die hele keten heen gaat kijken en daar
met elkaar, dus met de ketenpartijen, maar ook met onze consument die toch van gedrag moet gaan veranderen en andere inzichten moet krijgen, aan moet werken om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dit nou een hartstikke mooi moment is om naar de zaal te gaan en hen te vragen wat voor tips ze hebben voor je. Ja, die zijn altijd welkom. Hoe gaan we versnellen? Want ik, ja, die prijs, historisch gezien, we hebben nog nooit zo weinig voor voedsel betaald als we nu doen. Hè? 150 jaar geleden was 40% van de Nederlanders bezig met productie van voeding. Even uit mijn hoofd, gok. Ik denk dat het nu 2 is of 3 of zo. Dat is heel laag. Dus dat is niet waar. Albert Heijn pompt het er elke dag in. Het moet goedkoper, 3 voor de prijs van 2 of 2 voor de prijs van 3. Dat zouden ze moeten doen. Ik heb van Albert Heijn nog nooit de reclame gezien. Het is zo goedkoop of het is zo lekker, het is zo gezond. En allemaal dat soort dingen. Dus we praten in Nederland collectief altijd allemaal over de prijs. Dus wat je dus straks zei over dat er iets gebeurt met de studenten, dat je dan gaat zitten checken of het echt de prijs is. En dat je dan tot de conclusie komt, nee, die was het ook niet. Nee, die was het. Ik denk dat die het ook niet was. Wat ik wel mis en wat ik denk waar de oplossing ligt, dat is het aan elkaar knopen van een 3-tal dingen. En dat is gezondheid, lokaal en microbioom. Op dat punt kun je de grote supermarkets verslaan. Want die willen lang houdbaar, want anders kunnen ze niet in de winkel nog na 7 weken verkopen. Dat betekent zonder bacteriën, zonder microbioom, zonder aanvullende gezondheidsaspecten vanuit de bodem. Dus ik denk als je die 3 dingen aan elkaar gaat knopen, dat je daar echt een vraag krijgt van mensen. Ja, dat willen we. Ik denk dat iedereen begrijpt dat een worteltje wat je nu eet, wat 's ochtends in de Beemster uit de grond getrokken is, uiteindelijk vast wel gezonder zal zijn dan datzelfde worteltje wat 2 maanden geleden in steriel plastic is verpakt in Zuid-Spanje. Dus nou, ik denk dat je daar wat mee kan. Ja, ik denk dat dat ook klopt. Maar ik hoor er niks op. De uitdaging is, hoe krijg je dat worteltje door de keten heen? Er is geen keteraar die een kist met vuile wortelen afneemt. Dat gaat allemaal via een aantal ketenpartijen, via snijderijen, via allerlei processen. Want er wordt natuurlijk nog maar heel weinig in systeemgastronomie daadwerkelijk op locatie gedaan. Omdat de kosten van arbeid versus de omzet die je op een cateringlocatie draait, dat lukt gewoon niet. Dan worden je arbeidskosten dusdanig hoog dat de prijs van je product extreem gaat toenemen. En dat zijn onderdelen van die uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Van hoe krijg je dan inderdaad dat goede worteltje door de keten heen op een manier, zodat het in het eindproduct voor de consument betaalbaar blijft. Zonder dat je er al te veel gekke dingen mee gaat doen. Of zonder dat bepaalde partijen in de keten daar extreem veel geld aan verdienen. Ik denk inderdaad dat als je in de klassieke keten blijft denken en die klassieke keten gaat vertellen dat zij dat moeten gaan doen, dat ze het niet kunnen. Nee, dat is ook wat we zien. Maar Mark Frederiks met Local to Local, die kan natuurlijk daar verbinding maken tussen boeren en via goed digitaal netwerk. Ik denk, ja, je moet iets naast bouwen. Ik denk dat als je dit door de oude keten heen wilt duwen, daar ga je altijd vliegen. Nee, en daar zijn we het zeker met elkaar eens. Dat is ook precies waarom wij inmiddels naar buiten treden en deelnemen in dat soort netwerken. Om te gaan kijken hoe we dat moeten gaan realiseren. Maar daar hebben we uiteindelijk vervolgens ook weer onze ondernemers bij nodig en de cateraars bij nodig. En dat is een groot veranderingsproces wat je niet even zo voor elkaar krijgt, merken we. Maar dat is precies wel waaraan we werken, ja. Ja, mijn naam is Dennis Kerkhoven. Ik spreek straks trouwens maar. gaat ook in dit proces True Price helpen? Je ziet dat er nu de experimenten worden gedaan. Is dat een tijdelijke interventie? Ook bij de vorige vraag. Hoe kijken jullie naar True Price in dit stuk? Ja, ik mocht hem er straks nog niet beantwoorden van Jacqueline. Daar komt de kont vast. Dat ga ik dan nu doen. Ja. We gaan in september starten met Center for Market Insights van HVA. Die een langduriger onderzoek gaan doen naar true pricing in de vorm van een living lab op een van de cateringlocaties. En de doelstelling daarbij is om te gaan kijken hoe je het, laat ik het maar zeggen, tussen de oren van de consument krijgt. Hoe ga je nou realiseren dat de consument het als iets positiefs gaat zien? Want dat is precies wat er tot nu toe helemaal niet lukt. En die neem ik voor persoonlijke rekening. Ik denk dat de economische systemen en de lobby's dusdanig ingewikkeld zijn dat het langs de politieke weg
Ja, ik zie dat voorlopig niet gebeuren. We staan nog steeds in de buurlanden op grote beurzen als Nederland Vleesland. Dat systeem is zo sterk, dat is niet zo eenvoudig om daar verandering in te brengen, lijkt. Dus dat zal waarschijnlijk wel op een andere manier moeten. Dat was nummer twee. Klopt. Ja. Jeroen van Herk van De Groene Stelling. Is er ook een community van facilitybedrijven van andere grote organisaties, onderwijsinstellingen waar jullie mee praten en die kennis mee delen? Ja, die is er deels. Maar die kenmerkt zich op dit moment nog door netwerken die dan ook vaak wel weer over een onderwerp gaan. Wij nemen bijvoorbeeld deel in het netwerk voor de MRA. Maar ook aan een community of practice die door de gemeente Amsterdam is gestart. Waarin grote werkgevers van Amsterdam zitten die naar het voedselsysteem kijken. En kijken hoe ze daar vanuit institutionele route invloed op uit kunnen oefenen. Maar bijvoorbeeld ook weer in een netwerk van MVO Nederland. Wat zich meer richt op biodiversiteit en regeneratieve landbouw. En ik denk dat juist FoodClick onder andere bezig is om al die initiatieven te verzamelen. En ook te kijken wat daar beter over elkaar heen gelegd kan worden. En ik denk wel dat het op dit moment nog heel erg versnipperd is. En het zich vooral kenmerkt door heel veel initiatieven. Die misschien wel wat krachtiger zouden kunnen. Ja, ik denk ligt ook iets bij de consument. Dat stuk gedragsverandering is heel belangrijk. We weten allemaal dat we als burger en consument andere dingen doen. Dat is het complexe wat jij benoemt. En in de jaren 90 is in Nederland, onder andere in Nederland, heel veel ervaring opgedaan met gedragsverandering. Programma voor duurzame leefstijlen door eco-teams. Global Action Plan, dat hele ervaringsstuk, dat zouden we even moeten afstoffen. En het gaat over dat je in een team van mensen die elkaar al een beetje kennen, door het leuk te maken, een soort van die gedragsverandering makkelijker kan maken en gezellig en leuk en hot. En dat is een manier om die 15% kritische massa te bereiken, die als je eenmaal dan die mensen hebt voor iets nieuws, dat het dan gaat versnellen. En dus er is sindsdien nog veel meer kennis over gedragsverandering bijgekomen, dat met elkaar zou echt een heel erg mooi programma zijn om ook van die kant te doen. Want we zijn als mensen gewoon niet perfect. Als we nee, dat klopt. Zeggen en doen we het anders. En als het over prijs gaat, zien we natuurlijk, en dat is ook wel heel logisch. Studenten hebben over het algemeen niet een heel groot budget. En zijn eigenlijk net zo opgevoed als wij allemaal, dat we dat vooral niet aan onze primaire levensbehoeften uitgeven. We zien natuurlijk dat we inmiddels nog maar tussen de 8 en de 11% geloof ik van ons huishoudbudget aan eten en drinken besteden. En als je de onderzoekers van Eat Lancet mag geloven, dan is mondiaal dat voedselsysteem ongeveer 2 keer zo duur als ons huidige voedselsysteem. Dus er zijn zulke verschillende werelden waarin we wat dat betreft moeten bewegen. En natuurlijk snappen wij dat studenten zeggen van onze kamer is duur, energie is duur, we willen ook nog op vakantie, we willen ook nog op het terras dat biertje drinken. Dat wilde ik ook in mijn studententijd. Heel logisch allemaal. Maar het helpt niet echt in die transitie, want daar speelt ook prijs een belangrijke rol in. Het was toch nummer 2. Ja, dat klopt. Dat het lekker moest zijn. Ja. En even kijken, want had ik hier nou nog net een vinger of niet, dan daar iemand eerst, hè? Ik ga daar even heen, de andere kant. Het is niet zozeer een tip, maar meer een vraag aan jullie, hè? Ik die niche, dus heel veel goede initiatieven, waar er denk ik ook heel veel van hier in de zaal zitten, dat lijkt heel erg nog apart te hangen, hè, van het systeem. En ook in jouw slide, Jacqueline, over voedselomgevingen, daar zag ik ook eigenlijk niet waar zitten nou de lokale, in de buurt initiatieven. Die zitten eigenlijk niet eens in die opsomming van dat systeem. Dus ik dacht, ja, ik wilde eigenlijk meer zeggen van, hè, hoe zien jullie nou die link? Kunnen we, jij zegt eigenlijk, het is bijna niet te doen, hè, om die initiatieven in het systeem. Maar het moet wel. Ja, ja. Dus ik wilde eigenlijk jullie toekomstbeeld daar eigenlijk over vragen. Ja, er is wij als mensen, de complexiteit van het systeem is zo dat we bijna allemaal de neiging hebben om het te versimpelen. En eigenlijk is versimpelen niet de oplossing, omdat bijna het versimpelen altijd small chunks worden. En die zijn lastig goed te verbinden. Het omgekeerde, dus
continu toch wel vanuit het holistische perspectief kijken. Hoe zorg je dat dat niet hol wordt? Dus dat wordt de uitdaging. Daar hebben we niet een eenluidend antwoord op. Het is heel onbevredigend, maar we gaan het wel doen. Nou ja, en een van de manieren waarop we eraan werken is juist om veel integraler te kijken naar waar zitten nou eigenlijk al die blokkades in het voedselsysteem. Daarin ook echt die netwerken in onder andere de MRA op te zoeken en te kijken hoe je daar wellicht toch wel deeloplossingen kunt vinden of hoe je producenten wel toegang tot die markt kunt geven. En misschien is het fijne van een institutionele omgeving wel dat je op processen toch wat meer invloed kunt uitoefenen dan in de maatschappij. En we zien nu, ik vertelde dat er straks, op dit moment worden er tijdelijk maaltijden gesubsidieerd. En op het moment dat je in onderzoek met dingen bezig bent, zou dat best kunnen betekenen dat daar misschien wel een tijdje een bepaalde funding achteraan moet om te kijken of dingen werken of in ieder geval hoe ze werken. En langs die weg proberen we wel meer beweging te gaan creëren. Ja, en misschien ook als tegenhanger. We hebben het heel vaak over, daarom vond ik het eigenlijk wel jammer net over het activisme. We gaan naar de kansen kijken. Nou, eigenlijk denk ik ook dat je heel actief moet afbreken, eerlijk gezegd. En heel goed moet kijken van wat moeten we afbreken? Waar moeten we subsidies weghalen? Waar moeten we structuur echt gewoon ontmantelen? Want anders blijft die oneerlijke concurrentie er. En dan wordt het gewoon zo ontzettend moeilijk. Maar dat is weer een uitdaging op zich. Maar ik denk dat het wel het benoemen daarvan en erachteraan gaan toch ook heel cruciaal is. Dat wordt de volgende. Ik had een vraag, zeker richting studenten. Ik denk dat voor mijn gevoel het heel belangrijk is dat mensen ook een overkoepelende visie hebben van waarom doen we dit nu eigenlijk, maar ook het beleefbaar maken. Dus ik was benieuwd, bezoeken jullie met studenten wel eens boeren in de omgeving die bijvoorbeeld aan jullie kantine leveren, om te laten zien van dit zijn de boeren die onze producten leveren. Dat ik meer gevoel bij komt van wij doen het ook niet alleen voor onze eigen gezondheid misschien. Ja, nou, het eerlijke antwoord op dit moment is nog nauwelijks. We doen dat deels af en toe wel in de projecten die we samen met Community of Practice Sustainable Food Systems doen. Daar worden langzaam meer dingen georganiseerd. Maar tegelijkertijd zijn we in het netwerk binnen de MRA ook wel aan het bekijken hoe we daar meer invulling aan kunnen geven. Door juist op die campussen dingen te gaan organiseren. Met lokale producenten. Dus niet alleen maar meer met lokale ondernemers, maar ook met lokale producenten. Om daar meer mee te gaan doen. Maar dat is nog wel een pril proces, moet ik zeggen. Ik wil nog even wat zeggen. Goedemiddag. Ik ben geen student, ik ben geen onderzoeker. Maar ik ben uitgenodigd door Mark Frederiks, die bezig is met het project Local to Local. Ik heb ook heel toevallig een programma op Salto. Ik ben van huis uit bestuurder, pedagogiek gestudeerd. Dus niets met dit soort thema's. Wethouder geweest in Amsterdam. Dus ik doe nu veel in mijn vrije tijd. En als ik zo naar Frederiks heb geluisterd door de jaren heen, kwam bij mij een soort droom naar boven. Ik zag dan in Vlaardingen, Kop van Zuid, Amsterdam Zuidoost, al die mensen die dat dure eten, dat voedsel, Albert Heijn niet kunnen betalen, hun eigen stukjes land hebben op balkon in de wijk. En dat de kwaliteit gewaardeerd was. En dat wij ook nog eens een keertje konden aftrekken. Het exporteren van mijlen en kilometers lange voedsel van weet ik veel, dan weet ik veel waar allemaal. Ik hoef het u niet uit te leggen. Dus ik sta hier en ik heb er respect voor dat u natuurlijk in uw beginfase onderzoek moet doen om gedetailleerder het fenomeen te bestuderen. Maar ik zou ook zo ontzettend vragen aan jullie allemaal om een keer in de wijken te komen. Gewoon kijken van wie wonen daar, hoe eten ze. Hoeveel kunnen ze zich permitteren? Vegetarisch, dat is intussen ook een soort elitair ding. 8 van de 10 kinderen in Amsterdam Zuidoost en in Zuid, die zijn zo blij als ze ooit een klein stukje vlees op het bord mogen hebben. Dus met respect naar u, maar ik ben niet altijd even aardig en ik meen het ook heel goed hoor met het onderzoek. Maar het komt hier en daar toch zo decadent over. Dus ik zou willen vragen, kijk ook naar die andere kant.
Dat is misschien voor de cateraars in de hogescholen en universiteiten wat minder. Maar Foodclick doet dat zeker. Want wij zitten in twee buurten waar we juist dit exact doen. Zuidoost en Noord. Ja, maar mij niet. Ik ben daar niet. Niet ik. Anderen wel. Die kent u wel. Dat weet ik zeker. Ja. Ik wil ook wat toevoegen, omdat het ook aansluit bij de tip die ze ook willen meegeven. Waar het over gaat hier, die dame achter mij, is een oproep voor waarden. Waarden en normen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. We hebben het niet over een projectje of een programma. Zelf niet over een systeem, maar we hebben het over een cultuur. Een cultuur, een eetcultuur die we gaan veranderen. En die gaat puur over waarden en normen en keuzes die we er maken. En het helpt als een UvA uitspreekt welke waarden zij belangrijk vinden. En op die manier gaan acteren. Een parallel leggen. Kijk, in het verleden hadden we cateraars. En die deden het allemaal zelf. Toen kwamen de cateraars. En we zagen wat dat deed met de medewerkers. Dus we zeiden nou, dat moeten we anders regelen, want die medewerkers zijn waardevol. Dus dat betekent dat we uiteindelijk zeggen, cateraar, als je een contract verliest en er komt een nieuwe cateraar, het personeel blijft bij ons. Dat is ons personeel en die nemen jullie als nieuwe cateraar over. Waarom zou je niet zeggen, die boeren, die zijn waardevol. Dus als jij hier een outlet wil, een cateringconcept, dan word je wel geacht met deze boeren samen te gaan werken. Want die zijn waardevol voor ons. Dat is uitspreken en misschien ligt daar dan nog een route om één op één die verbinding te leggen met jouw regio. Ja, ik denk dat dat absoluut zo is. En wat we proberen uit te vinden is wat de route is om daar te komen. En die is complex. Maar we werken er juist aan om daar te komen, inderdaad. Maar het is niet een knop waar je aan draait en dan is het geregeld. En hoe zou ook de universiteit meer en de hogescholen meer in de wijk kunnen? Er is toevallig op dit moment een ander evenement parallel. Die gaat over wetenschap in de wijk. Waarbij juist ook universiteiten en hogescholen in toenemende mate erkennen dat zij die rol zouden moeten vervullen. Tot wederzijds genoeg. En niet alleen het leerproces van de student, maar juist ook om een bijdrage te leveren in die wijken. Maar toch even doordenken, het kan zo'n universiteit, hogeschool, die catering, niet ook iets veel meer betekenen voor de wijk om hen heen? Nou, mogelijk wel richting toekomst. Ik denk dat de sessie die zo dadelijk volgt, waarin Kees Willem ook deelneemt en Maarten over het bouwen van jongerennetwerken, dat is wel een aandachtsveld waar wij mee bezig zijn. Ja. Om juist, het klinkt dan wellicht niet op de manier zoals je het misschien zou willen zeggen, maar die verbinding tussen onze burger, dus de studenten, medewerker en boer, om die weer meer tot stand te gaan brengen enerzijds. Maar ook, en daar gebeuren natuurlijk best veel projecten op beide instituten, naar die sociale kant toe. Zowel binnen onze eigen omgevingen als ook naar buiten toe. Bijvoorbeeld de HVA in de buurt, daar gebeurt al heel veel. En liggen daar noodzakelijkerwijs ook al die lijntjes? Nee, dat denk ik niet. Dus daar is nog veel te winnen, vermoed ik. Ja. Ik ga helaas toch het afronden hierbij. Ik werd al meerdere keren uit een hoek, mijn rechterooghoek, gesommeerd. Spijt me. Hartelijk dank voor alle input. We hebben alles opgenomen, we hebben alles opgeschreven. Wij gaan daar ook weer verder mee, want beschouwen toch ook deze discussies heel sterk als voor ons een agenda. Ja, een doe-agenda. Niet alleen maar een praat-agenda, maar ook een doe-agenda. Dus heel erg bedankt voor jullie meedenken. En een fijne pauze en dan gaan we naar de volgende sessie.